Wanneer heb je voor het eerst gezoend en met wie? Ja, dat was met een boerenjongen. Volgens mij was ik toen 14 of 15 jaar. Nou, Koen, zullen we maar beginnen dan? Ik heb een kaart al. Het werkt eigenlijk heel simpel. Hè? Je zit in een leuke videochat en op een gegeven moment als je elke dag op de bank zit, zoals wij allemaal doen, denk ik, dan heb je geen gesprekstof meer. Daar hebben we een spel voor bedacht, wat bingo-getallen koppelt aan leuke vragen. Via een link kun je meteen je WhatsApp-groep bijvoorbeeld een berichtje sturen en dan kun je vervolgens het spel starten. Je krijgt dan de bingo-kaart te zien die jij nu op je telefoon hebt. Ja. Nummertje 59, heb jij die op je kaart staan? Bingo, oh nee, ik mag nog geen bingo zeggen. Je moet babbelbingo zeggen ook, hè? Wat wil je later worden als je groot bent? Vroeger wilde ik altijd dolfijnentrainer worden of dansen in muziekclips. En nu wil ik wel presentatrice worden. Presentatrice, oké. Okay. Ik even kijken hoor. Ik heb hem zelf niet op mijn kaart staan. Je zei al een beetje waarom je het bedacht hebt, want we zitten te veel thuis en het gesprekstof raakt op. Dat is waar het op neerkomt, toch? We hebben natuurlijk bij Pieters Media, we hebben gelukkig nog voldoende werk. Maar we merken wel natuurlijk dat er een aantal campagnes zijn uitgesteld. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je thuis gaan zitten op de bank of je denkt van ja, we zijn een creatief bureau, dan bedenken we gewoon ons eigen werk. Dus we zijn met 7 mensen, zijn we de afgelopen 2,5 weken echt keihard aan het werk geweest om dit van de grond te krijgen. En vandaag lanceren we. Dat is echt wel heel spannend, waar we heel erg trots op zijn, ook omdat het allemaal in korte tijd is gedaan. Is dat we bijvoorbeeld de commissaris van de Koning, Han Polman, die heeft een paar vragen ingestuurd. Anita Pijpelink en Johannes de Batten, gedeputeerde van de provincie, die hebben ook vragen ingestuurd. En zometeen als het spel eenmaal draait, dan kunnen mensen zelf ook hun eigen vragen insturen. Maar ik wil nog wel even een vraag om af te sluiten dan. Oh, dat is mooi. Brul als een leeuw, nummertje 60. Brul als een leeuw. Raar. Ja, die is geweldig. Aan Rinus, Joken en Wim, Jan en Vera, Harry en Gray, Leen en Beb en Leiden en Maatje en Frans. Een groet met mij, gaat alles goed. Daar hoor. Greetings Karen en Dirk from Middelburg. Oh, deze is voor jou. Wat is de grootste blunder die je ooit hebt begaan? Dat ik iets ben vergeten op te nemen. Oh. Dat is niet handig, hè? Nee. Zeg maar niet handig voor een programma. Nee. Nou jongens, je weet het, hè? Als jij ook in ons programma wil met de groetjes, stuur dan een filmpje naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Volgende. Een das op je voet en dan in je nek gooien. Ja, dat dingen nog gedaan. Ja, dit soort opdrachten verzinnen ze dus bij Scoutinggroep Zeeland. En dit weekend is er zelfs een digitaal kampioenschap waarmee je een badge kunt winnen. Auke, ja, eigenlijk zouden jullie gewone kampioenschappen hebben, maar is digitaal eigenlijk ook leuk? Het zijn Zeeuwse patrouillekampioenschappen. En daarmee worden van elke groep komen dan patrouilles bij elkaar. En er zijn dan 8 à 9 groepen in Zeeuws-Vlaanderen. Die komen allemaal bij elkaar en die gaan dan kijken welke patrouille dan de beste is in het scouting zijn. En dat wordt dan beoordeeld op verschillende soorten vlakken. Of je goed bent in koken, of je goed bent in pionieren, tent opzetten, samenspelen, sport en spel. En dat wordt allemaal beoordeeld door een jury. En dan op het einde van het kamp komt daar gewoon een winnaar uit. En de winnaar die ontvangt dan het Sepaka-schild, wat al 53 edities meegaat. En de winnaar die mag dan ook naar de landelijke scoutingwedstrijden. Koken, samen spelen. Even een paar dingen van, ik denk, hoe doe je dat dan digitaal? Nou, digitaal, dan maken we opdrachten wel op zo'n manier dat elke scoutinglid, elke lid van de patrouille, die kan dan de opdracht thuis uitvoeren. En ja, je bent ook wel beperkt in de middelen die je tot je beschikking hebt. Want net zoals pionieren, ja, dat zijn palen van 3 tot 5 meter bijvoorbeeld, met touw. Maar ja,
Dat moet je dan thuis doen met satéprikkers. Hoeveel leden willen er meedoen met die kampioenschappen? Normaal gezien, als het in de Braakmanbossen wordt gehouden, dan zitten we tussen de 20, 150, het scheelt soms wel eens, leden die dan meedoen. En dan met de leiding erbij zitten toch al vrij rap aan de 200 deelnemers. Een pompoen! Ja, we zijn eigenlijk al een klein beetje in. We zijn natuurlijk eigenlijk al na de winter. Zeker als het allemaal van het mooie weer is. Maar een pompoen is wel iets, jongens. Er zijn honderden verschillende pompoenen. Echt mega massa veel pompoenen. Maar er zijn er eigenlijk maar een paar die echt lekker zijn. En die echt goed van smaak zijn en waar je echt lekkere soep kan maken. En dit is er één van. En dit is een butternut pompoen. Dus het weetje van de dag is, als je nou pompoensoep maakt, bestel dan butternut pompoenen. Want die hebben het allermeeste smaak. Dus lekker butternut bestel, jongens. Hallo toppers, het is vrijdag en deze week 5 leuke tips om te doen op Koningsdag of een andere dag in de meivakantie. De beweegtip. Blaas 3 ballonnen op, gooi ze in de lucht en kijk hoe lang jij ze hoog kan houden zonder dat ze op de grond vallen. De muziektip. Kennen jullie nog de Passapas van vorig jaar? Bekijk die weer eens op YouTube en dans lekker mee met de muziek. De doetip. Doe een koekje aan een touwtje en ga met z'n allen koekhappen. Of doe een spijker aan een touwtje en ga spijkerpoepen. Papa en mama weten vast nog wel wat dat is. De knutseltip. Maak een originele en moderne kroon. En als laatste de denktip. Verzin 3 dingen die jij zou veranderen als jij de koning of koningin bent van het land. En vertel die aan iemand anders. En vervolgens mag hij of zij even de koning of koningin van het land zijn. Fijne Koningsdag alvast! In Spanje heb ik altijd geëerd. We moeten wel een beetje oefenen, hè, Olaf. Ja, inderdaad. Ja, maandag om 10 uur moeten we namelijk met z'n allen dit Wilhelmus zingen. Nou, normaal gesproken op Koningsdag hebben wij een aubade. Die is wat vroeger normaal gesproken, om 9:15. Maar goed, wij dachten, nou, daar haken wij op in. Dus hebben we muzikanten bij elkaar gezocht. En hebben we gekeken van, nou, kunnen we dat op een veilige manier doen? Hebben we uiteraard even overlegd met de burgemeester. Met het zingen van het Wilhelmus. Daarna doet de burgemeester een toespraakje. En gaan wij afsluiten met het Zeeuwse volkslied. Hoeveel Zeeuwen kennen het Zeeuwse volkslied echt? Nou, ik hoop dat alle Zeeuwen dat kennen. Dat hoort daar toch wel bij. En is dit dan jullie manier om toch het gevoel van Koningsdag er een beetje in te houden? Ja, dat klopt inderdaad. We moeten nu met z'n allen thuis zitten. Maar we willen wel het gevoel geven van, nou, we kunnen samen toch de Koningsdag vieren. Dus ja, dat is onze manier om het te doen op deze bijzondere Koningsdag. Hoe kunnen mensen nou eigenlijk meedoen online? Mensen kunnen via de website van Oranje Vereniging Capelle Biezelingen, de Oranje Vereniging Schoren en de Oranje Vereniging Wemeldingen, kunnen zij alles eigenlijk live volgen. Lopen de stresslevels nu aardig op de afgelopen dagen? Dan heb ik de volgende ademhalingsoefening voor je. Leg je handen maar eens op je ribben. En probeer maar eens, als je inademt, de ribben richting de handen te laten bewegen. Dus we ademen in, de ribben gaan naar de buitenkant toe, naar mijn handen toe. En we ademen uit en de ribben gaan weer terug naar binnen. Vul die longen met verse zuurstof en weer terug naar binnen. En probeer dat zo'n 10 keer achter elkaar te doen. Helemaal zen. Tot maandag!